Het is niet meer van deze tijd, het is van 100 jaar terug dat ze nog met een driewielde kar en een paardje en een heel klein wagentje reden. Er ligt er alweer ruim een maand uit, de vlotbrug bij Burger Vlotbrug. Na een aanvaring met een schip kunnen alleen nog maar fietsers en voetgangers over en weer. Het is de zoveelste keer en een drama voor ondernemers. Ik had er toevallig eergisteren nog eentje, die stond hier langs de N9 met pech. Ja, ik zeg, ik kan jou niet ophalen. Ik ben zelf een ontzettende voorstander om een vaste oeververbinding te maken hier. Verderop in het dorp klinkt een ander geluid. Daar hebben bewoners vooral veel overlast van werkverkeer en hardrijders. En dat zal alleen maar erger worden met een vaste verbinding, vrezen ze. Voor mij hoeft het niet, een vaste oeververbinding, omdat ik bang ben dat het hier heel erg druk gaat worden. En we hebben hier al behoorlijk verkeersoverlast. Kijk, zo dichtbij is de weg dus. Er zijn zelfs gasten die vertrekken vanwege het overlast van het geluid en de trilling. En dat is dit jaar een aantal keren voorgekomen. Dat vind ik wel heel erg. Provincie Noord-Holland liet deze week weten dat een vaste verbinding te duur is. En dat is een vloek en een zegen voor het dorp, dat met het besluit wel steeds verder verdeeld lijkt te raken. Voor- en tegenstanders vliegen elkaar niet in de haren, maar het leeft wel in het dorp. Een vaste oeververbinding is fijn, maar als je kijkt naar het dorp, ja, wij wonen gewoon in een heel klein landelijk dorpje. En als een vaste oeververbinding extra verkeer met zich mee gaat brengen, daar zijn wij gewoon niet op gebouwd. Kijk, nu staan alweer 3 auto's te wachten. Die vragen zich ook af wat nu? En dat wordt eind maart 2018, hè, dat we er pas weer overheen kunnen.